Wat wij weten, dat is dat als Gen Z in een organisatie gaat werken, die zijn er nog een beetje hier. En na 3 maanden kijken ze, wil ik hier wel blijven werken? En als ze dat dan niet willen, dan gaan ze elders aan de slag, dan gaan ze weg. Dat ziet er een beetje zo uit, heel erg zonde. De werkgever in het blauw hier, die kan wel met de Gen Z'ers die er nog zijn en alle andere mensen kijken wat ze met elkaar gemeen hebben. Dan gaan ze van ik naar wij. Dat is goed voor de samenwerking.